Hallo, mijn naam is Menno Jansen. Ik woon 27 jaar hier aan de Kerkhoflaan in Nieuw-Krooswijk. En nou, ik ben hartstikke blij met deze fijne buurt. En het is ook gewoon echt een gemeenschap, nog een soort dorp in de grote stad. En 10 jaar geleden nu precies, in februari van 2004, kreeg ik een folder in de bus. En die heb ik 2 keer goed moeten doorlezen om te begrijpen dat ze eigenlijk de hele buurt willen slopen. Nou zijn we 10 jaar bezig geweest om te zorgen dat onze huizen en onze buurt kunnen blijven staan. En de sloop is nu gestopt. 800 woningen zijn gesloopt, maar 1000 woningen staan er nog. Deelgemeentes in Rotterdam worden vervangen door gebiedscommissies. De SP heeft mij gevraagd om op hun lijst te gaan staan voor de gebiedscommissie. En ik heb me altijd eigenlijk niet aan een politieke partij willen verbinden, maar op dit moment denk ik dat ik het meest nuttig kan maken voor Kralingen en Krooswijk door op die lijst te gaan staan. We zijn vandaag aan het rondlopen met een lijst om mensen een handtekening te vragen voor betaalbare huur. Het is namelijk zo dat je in Nederland heb je de sociale huur, maar die kan tegenwoordig al oplopen tot €680, zich bijna €700. En dat is voor veel mensen veel te veel. En wij vinden het heel erg belangrijk, dat heb ik hier in de buurt ook gemerkt in die afgelopen 10 jaar, dat er betaalbare huurwoningen blijven. We staan hier nu bij een pand, dat is Woonstad helaas van plan om te slopen. Er zijn 101 woningen in en die woningen, als je daar goed mee omgaat, kan je gewoon voor een normale, redelijke prijs verhuren, zodat mensen gewoon een huur kunnen hebben dat ze nog geld overhouden om normaal van te kunnen leven. Het blijkt namelijk dat een heleboel mensen, ik heb het cijfer gehoord dat in Rotterdam 87% van de mensen met huursubsidie door de huurlasten en de andere vaste lasten te weinig geld overhouden om nog op een normale, behoorlijke manier kunnen leven. En dat willen we niet.